Op het presidentieel paleis konden vandaag belangstellenden het condoleansregister van ambassadeur en ex-minister van Buitenlandse Zaken Winston Lakin, die op maandag 11 november overleed, intekenen. Voor de Surinaamse gemeenschap. Iedereen weet wat de heer Lakin betekent voor land en volk. En het is natuurlijk onbegrijpelijk, jammer, schokkend om een kameraad op zo'n jonge leeftijd. We weten allemaal dat we een keer moeten gaan. Maar op zo'n jonge leeftijd, nog in de bloei van zijn leven en nog zoveel plannen. Welke het zeker ten aanzien van het milieu. Maar ja, God doet zijn werk. En wij zullen altijd moeite mee hebben, of vaak moeite mee hebben om het goed te kunnen volgen. Hoe deelt u persoonlijk met dit verlies? Het is zwaar, maar ik denk dat we de zaken zijn onomkeerbaar. Dus wat je doet is ermee leren leven. De straat.